Limburg kreeg zijn huidige vorm pas in 1839... nadat België zich van het Koninkrijk der Nederlanden had afgescheiden. Afgelegen en ingesloten door Duitsland en België is het altijd wat on-Nederlands gebleven. De landsgrenzen zijn vrij willekeurig en komen niet overeen met de cultuurgrenzen. In Zuid-Limburg is bovendien het landschap afwijkend. Het vormt een uitloper van de Ardennen en de Eifel en het heeft hierdoor een aparte flora en fauna. Ook planten en dieren storen zich niet aan landsgrenzen. Limburg is met recht een grensgeval. Drie landen ontmoeten elkaar bij het Limburgse Vaals. Dit drielandenpunt symboliseert de verbondenheid van Limburg met de Belgische en Duitse grensstreken. Zeker wat betreft de volksgebruiken, de gewoonten, kortom, de cultuur. Sommigen doen dat in hun eentje, cultuurbedrijven. Maar het echte cultuurwerk gebeurt in groepsverband. Fanfares en harmonieën. Ieder dorp in Limburg heeft er wel één. Limburg heeft aan vier jaargetijden blijkbaar niet genoeg. Immers, tussen winter en lente valt hier het carnavalsseizoen. Carnaval is een uitbundig volksfeest dat vooral door het aangrenzende Rijnland werd geïnspireerd. In optochten neemt men vaak plaatselijke situaties op de korrel. Op wagens, in groepen en als zogenaamde Einzelgänger steekt men de draak met het gezag. Een milde spot die naast de uitbundigheid hoort bij het vastenavondsfeest. Voor religieuze vieringen gaat men de straat op. In vrijwel ieder dorp trekt nog jaarlijks een sacramentsprocessie. Allerlei plaatselijke verenigingen geven kleur aan deze religieuze stoet.
Soms wordt er veel werk gemaakt van zo'n processie. En soms is dat een sobere gebeurtenis, zoals deze kruisprocessie. Twee dagen feestvieren volgen op de processie in het Zuid-Limburgse IJsden. De Cramignon-dans vormt het hoogtepunt van deze bronkfeesten. De pracht en praal is bij een schutterij het meest opvallend. Wedstrijden en optochten met veel kleur en klank wisselen elkaar af. Op zo'n schuttersfestijn zijn veel prijzen te winnen. Bijvoorbeeld voor de mooiste kostuums, de fraaiste koning en koningin. Jureren is dan ook een uiterst serieuze zaak. In Zuid-Limburg heeft een schutterij in kleding en houding een militaristisch karakter. In Midden- en Noord-Limburg herinneren de kostuums meer aan de middeleeuwse gilden. Iedere schutterij organiseert jaarlijks het vogelschieten. Wie erin slaagt de vogel af te schieten, wordt koning. De spanning stijgt. Ieder moment kan de vogel nu afgeschoten worden. Daar staat onze koningin. Sommige gebruiken zijn plaatsgebonden, zoals de installatie van de lichtkoningin in Beek, naar Zweeds voorbeeld. Plaatsgebonden is ook het oogstdankfeest in Berg aan de Maas. En in de vasten het krombroodrapen bij Sittard. Gouverneur Schenk Kremers is eregast tijdens deze ceremonie op de Sittardse Kolleberg. Nou ja, berg. Naar Europese maatstaven is het Limburgse heuvelland niet zo bijzonder. Het grootste deel van Europa bestaat immers uit berg- en heuvelland. Maar voor Nederlandse begrippen zijn de Zuid-Limburgse heuvels wel degelijk uniek. Gebouwen in vakwerk komen nog veel voor in Zuid-Limburg. Deze vakwerkhuizen bestonden uit een houten geraamte met in de vakken daartussen een vlechtwerk van takken en twijgen. Dit vlechtwerk werd opgevuld met leem, vermengd met stro en mest. In het kleinschalige zuiden van de provincie Limburg komen allerlei landschapstypen voor. Op sommige plaatsen komt krijt aan de oppervlakte.
De kalkgraslanden zijn vermaard vanwege hun orchideeën. Die hebben een voorkeur voor deze typische bodemstructuur. Je hoort dan ook vaak over orchideeën, zeldzaam, of komt alleen in Zuid-Limburg voor. Kenmerkend voor de hellingbossen zijn de talloze heldere brombeekjes die er rondspringen. Hoogstamboomgaarden en meidoornhagen zijn er nog wel, al is door allerlei rooipremies helaas het merendeel van bomen en hagen verdwenen. Het resultaat ligt er niet om. Niet alleen dat glooiende karakter, maar ook de begroeiing, de aankleding ervan, bepalen de charme van het Limburgse landschap. Een rijke historie heeft de bekende Heimansgroeve bij Epe. Hier komen kolenzandsteen en kolenkalksteen aan de oppervlakte. Deze gesteenten zijn gevormd uit zand- en kleilagen die hier zo'n 600 miljoen jaar geleden werden afgezet. Dat was in het carboontijdperk, toen dit gebied aan de rand van een ondiepe zee lag. Ook onder de grond heeft Limburg zijn rijkdommen. Steenkool is het bekendste voorbeeld. De winning ervan is inmiddels gestopt. De sluiting van de mijnen heeft grote werkloosheid gebracht. Goede oplossingen om deze werkloosheid te bestrijden zijn wel steeds beloofd, maar nauwelijks uitgevoerd. Op de plaats van de vroegere staatsmijn Maurits staat nu de chemische gigant DSM, een van de economische pijlers van Limburg. De voorgenomen mergelwinning op het plateau van Margraten houdt nog steeds de gemoederen bezig. Actiegroepen vragen zich af of de natuur steeds moet wijken voor exploitatie van de bodemschatten. Mergel, allerlei soorten zand en grind zijn afzettingen van historische binnenzeeën. Door de winning ervan begint de Limburgse bodem langzamerhand wat op een Zwitserse kaas te lijken. Waar geld in de bodem zit, moet de natuur nu eenmaal wijken. Uit toeristisch oogmerk noemt men die grindgaten liever Maasplassen. De Peel is door zijn turf meer dan 150 jaar melkkoe geweest. Maar de turfwinning is nu definitief een halt toegeroepen. De baggermachines staan stil. Aan de oppervlakte is de Zuid-Limburgse bodem bedekt met een vruchtbare kleilaag. Deze zogenaamde lus is al na de laatste ijstijd door de wind afgezet. De rest van Limburg bestaat voor het grootste gedeelte uit zandgrond, waar asperges het goed doen. Bekend zijn de rozenkwekerijen op de zandgronden in het Noord-Limburgse Grubbenvorst en Lottem. Niet gekweekt is de typische flora van Zuid-Limburg, zoals het groot zonneroosje. Het zinkviooltje komt alleen voor in een gedeelte van het Geuldal. De Geul voert vanuit België zinkdeeltjes mee. Waar dit riviertje af en toe buiten zijn oevers treedt, is een gunstig milieu voor het zinkviooltje. De prachtig gekleurde ijsvogel wordt steeds zeldzamer, ook langs de Geul.
De ijsvogel leeft vooral van vis. Met de kop naar voren werkt hij de vis naar binnen. Aan snelstromende riviertjes in heuvelachtig terrein leeft de waterspreeuw. Langs de geul wordt hij nog maar zelden waargenomen. Ook de grote gele kwikstaart houdt van snelstromend water. Als insecteneter kan hij hier gemakkelijk zijn korstje bij elkaar scharrelen. In ons land is de grote gele kwikstaart een schaarse broedvogel. Maar langs de geul kun je hem op veel plaatsen vinden. Onder bruggetjes vindt hij een goede nestgelegenheid en hij brengt er meestal 4 of 5 jongen groot. Het snelstromende geulwater bevat veel zuurstof. Sommige vissen, zoals deze elritsen, hebben dat nodig. Dat geldt ook voor de beekforel, die nu weer in de geul kan leven. Het grote verval maakt de geul tot de snelst stromende rivier in Nederland. In Epen staat de Volmolen, een van de watermolens langs de geul. Hier wordt nog meel gemalen op de oude ambachtelijke wijze. Veel Limburgse huisvrouwen bakken weer zelf de typische Limburgse vla. In vroeger jaren was dat heel gewoon. Vooral als er kermis in het dorp is, worden er massaal vlaaien gebakken. Een dun laagje deeg en veel beleg, dat is het recept. Iedere boerderij had vroeger zijn eigen bakhuis, waar wekelijks de vlaaien werden gebakken. Vroeger werden in Limburg vaak varkens gehouden voor eigen gebruik. Het aantal huisslachtingen liep sinds de jaren 60 sterk terug. De laatste tijd gebeurt het weer vaker. En daarvoor komt de loonslager langs en een keurmeester. Want ook slachten aan huis moet volgens de regels gebeuren. Ach, dat zit er altijd bij, te vrouwen. Ja. Borrel op de goede afloop is heel gewoon. Nog gewoner is het drinken van bier. Uitgevonden hebben ze het niet, maar de Limburgers zijn wel de stevigste bierdrinkers van Nederland. Dat zorgt voor leven in de brouwerij.
In veel dorpen zie je het nog. Naar oud-Limburgs gebruik, zondags na de hoogmis naar het café. Limburg heeft bijna evenveel dialecten als dorpen, met duidelijke Duitse en Franse invloeden. Volksfeesten kunnen ook niet zonder een volksdrank. Drinkpoelen voor het vee zie je steeds minder. Ze zijn bijna overal vervangen door betonnen drinkbakken. Die drinkpoelen waren ideaal voor de geelbuikvuurpad om er haar eitjes in af te zetten. Het dier is inmiddels zeldzaam geworden. Buiten Zuid-Limburg komt de geelbuikvuurpad nergens in ons land voor. Nog een zeldzaamheid, de vuursalamander. Hij leeft nog slechts op enkele plaatsen in Zuid-Limburg. Bij vochtig weer komen de vuursalamanders tevoorschijn, op zoek naar wormen, slakken en insecten. Ze leven vrijwel uitsluitend op het land. Het vrouwtje van de vuursalamander draagt de eieren zo lang met zich mee totdat ze op het punt staan om uit te komen. Dan zet ze het jonge broed in het water van heldere bronbeekjes af. Die bronbeekjes vinden we in de Limburgse hellingbossen. Vooral op hellingen bleef het bos gespaard. Ze waren te steil om ze voor de landbouw te gebruiken. Hier vinden we vaak de mooiste bossen met een rijke en gevarieerde flora. De bosanemoon is hier zeer algemeen. De slanke sleutelbloem vinden we vaak langs beekjes in vochtige bossen. Ook het zweenkruid groeit hier. Daslook is kenmerkend voor Zuid-Limburg, want het heeft een vochtige, kalkhoudende grond nodig. Hellingbossen hebben ook de dieren veel te bieden. Een roekenkolonie heel vroeg in het voorjaar. De vogels knappen hun oude nesten weer op. Steeds zeldzamer wordt de das. Op zoek naar voedsel volgen de dassen een vaste route, de zogenaamde wissel. In de dichtbevolkte Zuid-Limburg moeten ze dan telkens weer drukke wegen oversteken. Veel dassen vallen dan ook ten offer aan het verkeer. In hellingbossen leeft ook de bosuil. Als de jonge uiltjes zijn uitgevlogen, houdt steeds een van de ouders een oogje in het zeil. De wespendief bouwt zijn nest liefst hoog in een loofboom. Hij leeft vooral van wespen en de larven ervan. Ook de groene specht heeft een voorkeur voor loofbossen. Jonge vossen komen overdag regelmatig uit hun onderaardse burcht. Prooien en de resten daarvan zijn dan vaak de aanleiding om met elkaar te ruzien. Het helpt mee om hun jachttechniek te ontwikkelen. Het menu van de buizerd is afhankelijk van het aanbod. Hier heeft deze roofvogel een eekhoorn geslagen. Met huid en haar wordt deze naar binnen gewerkt.
Waar de hellingen in Zuid-Limburg het toelieten, zijn ze ontgonnen voor de landbouw. De moderne landbouwtechnieken bieden nauwelijks meer ruimte voor allerlei akkeronkruiden. Bolderik lijkt helemaal verdwenen. Tussen het koren zie je ook steeds minder klaprozen. De korenbloem is ook al zeldzaam. De penseelkever is vrij zeldzaam in ons land, behalve in Zuid-Limburg. Het dier heeft namelijk een voorkeur voor bebost heuvelland. Het stuifmeel van schermbloemen is een geliefd voedsel. Vanuit het noorden is de kievit de laatste jaren steeds zuidelijker gaan broeden. Hij komt nu ook algemeen in Zuid-Limburg voor. De hamster leeft in ons land alleen ten zuiden van Roermond. Een zeldzame verschijning dus. Erg kieskeurig is hij niet. Allerlei plantaardig materiaal propt hij in zijn grote wangzakken. Dat brengt hij dan naar zijn hol. Tegen de winter heeft de hamster vaak tientallen kilo's graan en plantendelen verzameld. In Limburg noemt men de hamster niet voor niets korenwolf. Zeldzaam is ook de boomkikker, maar die komt niet alleen in Limburg voor. Het is een heel bijzondere kikker. Hij heeft geen zwemvliezen, zoals alle andere soorten, maar zuignappen. Die komen hem uitstekend van pas bij zijn klimpartijen. De boomkikker wordt maximaal maar 5 centimeter groot. Uiteraard staat hij op de lijst van beschermde dieren. Ook beschermd zijn in Limburg een aantal gebouwen en dorpsgezichten. Oude dorpspleinen en straten, boerenpoorten en erven, het herinnert aan vroeger tijden. Waar zie je nog het oude, vertrouwde beeld van een typische dorpssmid? Die dorpssmid smeden vroeger ook de bekende veldkruizen waar Limburg zo rijk aan is. Waar nodig zijn ze in ere hersteld. Veel instanties en personen doen de laatste jaren hun best om deze gedenktekens in het landschap te bewaren. Bio-industrie en grootschaligheid hebben het boerenleven drastisch veranderd. De typische Limburgse boerderijen zijn er nog wel, maar nauwelijks meer met rondscharrelende kippen, in de modder wroetende varkens en de mestvaalt op de binnenplaats. Een muurkapelletje op de binnenplaats. Een grauwe vliegenvanger heeft hier een gezegend onderkomen gevonden. Zo'n Limburgse boerderij is in een rechthoek gebouwd. Het woonhuis en de stallen rondom de binnenplaats. En daarop de mestvaalt. In het verleden tenminste. Zij herinneren nog aan dat verleden.
Een oude, vervallen veldschuur is een ideaal oord voor veel dieren. Zoals voor de kerkuil. Vroeger was hij kenmerkend voor deze streek, maar nu is hij een zeldzaamheid geworden. Het verkeer eist veel slachtoffers onder de kerkuilen. In deze omgeving kunnen we ook vleermuizen aantreffen. In tegenstelling tot de meeste soorten komt deze dwergvleermuis nog algemeen voor. Het zijn echte nachtbrakers. Pas als de schemering invalt, gaan ze op insectenjacht. In oude veldschuren zitten ook steeds vaker steenmarters. Maar door hun verborgen leefwijze krijgen we ze meestal niet te zien. Een kippenei is een smakelijk hapje. Uiterst voorzichtig komt de steenmarter uit zijn dekking. Daar is in zo'n veldschuur nooit gebrek aan. Is de buit binnen, dan is hij weer snel verdwenen. Steenmarters worden meestal pas 's nachts actief. Ze gaan dan op jacht naar allerlei zoogdieren en vogels. Gelukkig zijn ze minder zeldzaam dan wel eens wordt beweerd. Limburg is de provincie met de meeste kastelen en burchten. Het land van Valkenburg spant hierin de kroon. Uit de 18e eeuw dateren de bosse fronten in Maastricht. Deze vestingwerken zijn zo bijzonder omdat er muurhagedissen leven. Het is de enige plaats in Nederland waar deze dieren voorkomen. De bosse fronten vormen een van de noordelijkste vindplaatsen van de muurhagedis in West-Europa. Er leven nog slechts zo'n 100 exemplaren. Of dat voldoende is om zich er te handhaven, dat zal de toekomst uitwijzen. Bij de restauratie van een deel van deze vestingwerken heeft men spleten en openingen gelaten in het voegwerk van de muren om de muurhagedis woonruimte te bieden. Spleten in muren, kelders van boerderijen en graven op het kerkhof vormen het leefmilieu van de vroedmeesterpad. Ook de vroedmeesterpad is in Nederland beperkt tot Zuid-Limburg. Het mannetje van de vroedmeesterpad speelt voor vroedvrouw. Als het vrouwtje de eitjes heeft gelegd, wikkelt hij ze rond zijn achterpoten. En zo draagt het mannetje de eitjes een paar weken met zich mee, totdat ze op het punt staan om uit te komen. Ook kenmerkend voor Zuid-Limburg, maar zeker niet zeldzaam, is de wijngaardslak. Ze komt vrijwel uitsluitend op kalkrijke bodem voor. Bij het voortkruipen scheidt het voorste deel van het lichaam voortdurend slijm af. Zo ontstaat als het ware een glijbaan waarover het dier zich makkelijk kan verplaatsen. Met de kleine sprieten tast de slak de omgeving af op zoek naar plantaardig voedsel. Het dier staat op de lijst van beschermde dieren. Ze is namelijk zeer geschikt voor consumptie, die wijngaardslak. Wijngaard is misschien een groot woord voor zo'n klein lapje grond waarop aan wijnbouw wordt gedaan. Er zijn in Limburg enkele kleine wijngaarden, zoals deze op de zuidhelling van de Sint-Pietersberg op Slavante. Met dit metertje wordt het suikergehalte van de druiven regelmatig gepeild. Voordat er geoogst wordt, moet men weten of het suikergehalte voldoende is.
Het resultaat is een fles wijn van de Sint-Pietersberg. Die Sint-Pietersberg bij Maastricht heeft een rijk verleden. Al in de middeleeuwen werd aan mergelwinning gedaan en ontstonden de eerste gangen. Veel tekeningen, teksten en inscripties zijn er in de loop der eeuwen op de wanden aangebracht. Bovengronds heeft Maastricht trouwens ook het nodige te bieden. De Sint-Servaasbrug dateert al uit de 13e eeuw. De rivier gaf zijn naam aan deze stad. Een van de bekendste kerken is de Onze Lieve Vrouwenkerk. De oude vestingstad Maastricht heeft na Amsterdam de meeste beschermde monumenten van ons land. Delen van de stadswallen dateren nog uit de middeleeuwen. Het stadhuis is uit de 17e eeuw. Twee keer in de week wordt er rondom een markt gehouden. Middelpunt van Maastricht is het Vrijthof. Rond dit plein is het altijd vol leven. De Sint-Servaaskerk bepaalt het beeld op het Vrijthof. De geschiedenis heeft in Maastricht duidelijk sporen achtergelaten. Gelegen in een grensgebied met invloeden van drie culturen, kreeg het een zuidelijk Bourgondisch karakter. Een bijna on-Nederlandse stad. Is er een stad in Nederland waar zo weinig Nederlands wordt gesproken? Stimmt. Darf ich das mal? Ja, dat is deze hier. Den gibst. So mit Seitenschlitz in eine weiche Wollware und so wie ich hier jetzt trage, sehen Sie? Ja, ja, ich sehe. Nicht so grob kariert. Oui, madame, ça existe en rouge très vif et aussi comme col roulé. Oui, c'est ça. Dans cette matière. En zie eens, meneer. Hey, heb je een jasje? Dat is zo dun. Dat kan je fijn dragen als straks de musje van de taak vallen. Haaf gevoerd, heel dun materiaal. En toch binnen Tessen. De Maas is niet alleen bepalend voor het gezicht van Maastricht, maar ook voor de rest van Limburg. Scheepvaart was er altijd. In de eerste helft van deze eeuw was het steenkool, nu vooral zand en grind. Niet brengen, maar halen. Zo was het vroeger en zo is het nog. De meeste schepen komen leeg aan en varen vol terug. Maasbracht, op een kruispunt van vaarwegen, is de belangrijkste binnenhaven van Limburg. In deze streek wordt op grote schaal ontgrind. De vele grindgaten die zo ontstaan zijn belangrijk voor de recreatie. Het wordt er steeds drukker. Vooral Duitsers hebben deze Friese meren van Limburg ontdekt. Echte topdrukte vind je in het vakantieseizoen ook in Valkenburg. Zeer druk bezocht, behalve door de Limburgers zelf. Van de drukte in Valkenburg naar de rust in het atelier van de bekende Limburgse kunstenaar Charles Eyck. Al tijdens zijn leven een monument. Op 86-jarige leeftijd overleed deze markante kunstenaar. Thank you.
De marentak vinden we in Nederland vrijwel uitsluitend in Zuid-Limburg. De plant is ook bekend als vogellijm of mistletoe. Vroeg in het voorjaar, als de bomen nog kaal zijn, is de marentak goed te zien. Op dat moment heeft de grote lijster al jongen. Het aantal broedparen van de grote lijster is sterk afgenomen, vooral omdat er in Limburg zoveel hoogstam fruitbomen zijn gerooid. Steenuilen hebben kennelijk minder last van het verdwijnen van oude hoogstamboomgaarden. Boomholtes zijn ideale nestplaatsen voor de steenuil. Maar toen veel hoogstamboomgaarden verdwenen, zocht hij schuren en zelfs huizen op om er te broeden. Het oudste jong van de steenuilen is al behendig genoeg om naar boven te klimmen. Voorlopig heeft hij de andere jongen nog het nakijken. Voor de oude Grieken was de steenuil al het symbool van de wijsheid. Wijsheid is ook nodig om tijdig karakteristieke landschappen te beschermen. Het mijnweggebied bij Herkenbos in Midden-Limburg is al een beschermd landschap. Het is de enige plaats in Limburg waar de adder nog voorkomt. Adders zijn zeldzaam geworden. Geschikt milieu verdwijnt steeds meer en uit overdreven angst voor zijn giftigheid is hij altijd sterk vervolgd. Nog zeldzamer is de grauwe klauwier. Voordat hij zijn prooi gaat bewerken, spiest hij hem op doorns of puntige takjes. Hij mist de sterke klauwen van een roofvogel. In het mijnweggebied komt ook de draaihals voor. Hij is verzot op mieren. In ieder bosgebied kunnen we de grote bonte specht vinden. Ook de havik leeft hier. Hij heeft een Vlaamse gaai geslagen en plukt zijn prooi eerst voor hij hem opeet. Met zijn beitelvormige snavel hakt de zwarte specht een nestholte. Ook kruisbekken gebruiken hun snavel als gereedschap. De gekruiste snavel is zeer geschikt om er zaadjes mee uit dennenappels en sparkegels te halen. De zeldzame kruisbek broedt in de omgeving van Herkenbos. Voor sperwers lijken de moeilijkste jaren achter de rug. Sinds enkele landbouwvergiften zijn verboden, neemt hun aantal weer toe. Ook de Grote Peel op de grens van Limburg en Noord-Brabant is een bekend natuurgebied. Om de broedende vogels voldoende rust te bieden, worden in het voorjaar veel paden voor het publiek afgesloten. Kokmeeuwen hebben die bescherming niet nodig. Het waterrijke peelgebied is bij deze vogels erg in trek. Ze broeden er dan ook in zeer grote aantallen. Op de voedselarme peelgrond groeit de zonnedauw. Een vleesetend plantje dat haar voedingsstoffen haalt uit insecten die ze verteert. Een bruine kiekendief heeft een kokmeeuw bemachtigd. De peel is ook een ideaal gebied voor allerlei eendensoorten. Waar water is, tref je ook de meerkoet aan. De
schuut maakt een drijvend nest dat hij aan rietstengels vastmaakt. Het open peellandschap is een geschikt jachtgebied voor de torenvalk. Hij heeft hier een muis geslagen. Op hun trektochten in voor- en najaar strijken de kraanvogels neer in de weiden en akkers rond de grote peel om er voedsel te zoeken. Ze blijven maar kort. Na één overnachting vervolgen ze hun trektocht. Ja, kraanvogels krijg je zo niet uit de lucht. Bij postduiven is het in ieder geval het proberen waard. De duivensport is in Limburg erg populair. In veel dorpen is nauwelijks een straat te vinden zonder duivenmelker. 47. Volksvermaak nummer 1 in Limburg is het kienen. Zoiets als bingo. Regelmatig komen de liefhebbers in een of ander verenigingslokaal bij elkaar om een gokje te wagen. 66. 84. Vijftien. 4. Alleen in Noord- en Midden-Limburg wordt nog gebeugeld. Bij deze sport moet met een slaghout een bal worden geslagen door een ijzeren poortje, de zogenaamde beugel. Landschappelijk sluit een groot deel van Limburg meer aan bij de Eifel en de Ardennen. Pas sinds 1839 hoort Limburg definitief bij Nederland. En nog altijd heeft het een bijna on-Nederlands karakter. Ook de cultuur is afwijkend van die in de rest van Nederland. Je moest een kaart laten liggen, Dave. Oh. Oh ja, dat was dus een snaar binnen. Ja, ik bedoel. De landsgrenzen in Limburg vallen niet samen met cultuurgrenzen. Limburg is en blijft een grensgeval.